Ik heb even een boodschap voor de mensen die er soms voor kiezen om de winkelkar eigenlijk in de breedte te zetten van de koekenrio, waardoor ze de koekenrio afsluiten en er niemand meer door kan. Stop daarmee, alstublieft. Ik ben Lucas Lely en u kijkt naar Standaard Koekhandel. Ik sta hier naast Stijn van de Voorde in de koekenrio. Dank u wel om naar hier te komen. Ik wel voor de uitnodiging. Ah, zeker, graag gedaan. Ik ga even met de deur in huis vallen. Je bent op een onbewoond eiland, de klassieker, hè? En je mag één rayon meenemen uit de winkel. Eén rayon, onbewoond eiland, je bent alleen. Welke kies je dan? Dan zou ik de rayon van de wasverzachters pakken, omdat die een goede geur en een zacht gevoel combineren. Oké. Okay. Dus je hebt niks anders bij, hè? Dus het is enkel jijzelf, de wasverzachters? Ja. Oké. Okay. Omdat uiteindelijk, als je niets anders bij hebt, dan weet je dat je het met dezelfde kleren altijd opnieuw gaat moeten doen. En dan weet je ook, die moeten gewassen worden. En een wasverzachter zorgt voor een soort van hygiënisch gevoel. Een fris gevoel en ook het gevoel dat je weer thuis bent, want je hebt vers gewassen kledij aan. Oké, dat is waar. Dat snap ik, ja. En als tweede rayon, als je een tweede rayon mocht meenemen? Tweede rayon zou ik voor de rayon van de dieren eten. Omdat er zijn altijd dieren die op zo'n eiland zitten. Ja. En ik denk, als je ze eten kan geven, gaan ze jou niet opeten. Of gaan ze niet aan jou zitten. Oké, ja. En dan ben je eigenlijk op dat gebied ook helemaal op je gemak. Oké. Toch welkom in de koekenrayon. Ah ja, die is ook goed. Ja, dank u wel. Ik ga even een complimentje geven. Dank u. Ik vind dat jij geen last hebt van overgewicht. Ah, bedankt. En soms is dat een soort van voorbode dat je misschien geen koekeneter bent of zo. Maar ik weet niet, hoe is het met jou? Ik bedoel, sport voor snoep. En dan wil ik zeggen, als je sport, dat je dan recht hebt op meer, meer eten. Ja, probeer te... En zo op die manier probeer ik erop te letten, maar ook niet te veel. Nee. Want ik eet wel elke dag koeken. Is zo? Maar ik ben ook een zoute man. Oké, okay, dat is dan de chipsrion dat je gaat? En, zo, en nootjes met een korstje rond. Oké, okay, ja, lekker. Maar dus ook wel af en toe koeken een ook. Koek. Ja. Ja. En ik heb je gevraagd wat je favoriete koek is. Ja. Je hebt daar een antwoord op? Ik heb een, ja. We gaan even wachten met het te zeggen, voor de spanning op te bouwen. Je weet je misschien? Ja. Van het programma misschien? Ja. Dat ik heb al gekeken naar dat's, alle afleveringen. Dat is leuk. Ah, dat is heel leuk om te horen. Inderdaad, een klein weetje. En daarna gaan we... Ik heb kaartjes gedrukt, voorgedrukt. Oké, klaar. Een beetje een triestig weetje, moet ook kunnen, vind ik. Er bestaan winkels die geen koekenrayon hebben. Zoals bijvoorbeeld H&M, De Switch en Keukens de Abdij. Vind ik jammer. Want als je een winkel hebt en je wilt dat mensen graag komen om iets te kopen, snap ik niet dat je dan geen koeken... Geen koeken hebt. Ja. Ik ben eigenlijk al, denk ik, op de keukenwinkel na overal geweest. En ik denk dat dat ook... Als ze kijken, misschien... aanpassen. Hè? Ja. Stijn, spanning alom. Je hebt een koek gekozen. Ja. En ik zou graag willen weten welke koek je hebt gekozen. Ik heb de bokkenpootjes van Boni gekozen. Bokkenpootjes van Boni. Je weet, abstracte winkelier, alles is hier. Magie. Ja. Dus ik ga het gaan halen hier voor u. Dus, de bokkenpootjes. Hier zijn ze. Stijn, leg uit. Het is eigenlijk al heel mijn leven mijn favoriete koek geweest. Ook van als ik klein was, toen we ook wat armer waren. En het zijn niet de dure koeken. Nee. Wat ik eigenlijk ook wel tof vind, dat ze wat underground zijn. Zijn ook wat soort van grunge koek, zou je kunnen zeggen. En niet alleen omdat ze smaken alsof ze in 91 gemaakt zijn, maar ook omdat ze zo ruw gemaakt zijn. Ja. Dus die koeken zijn... Wat ik niet zo goed kan verdragen, is een koek waarbij de ene koek exact een replica is van de andere. Oké. Okay. Omdat je dan weet... Je voelt de machinerie dan. Ja, de machinerie is er. Ja. Terwijl hier in dit geval zie je, hier heeft er zo iemand... Zo is hier ook zo... Het is een oud vrouwtje aan een houten tafel. Het zou een oud vrouwtje... Het zou een kind kunnen... Je weet niet wie het gemaakt heeft, maar je weet wel dat het super ruw is. Soms zie je ook bijvoorbeeld dat er echt zijn die... Aan de ene kant, hier, deze heeft geen chocola aan deze kant gekregen. Inderdaad, ja. En het feit dat elke koek iets uniek en iets authentiek uitstraalt, vind ik een enorme meerwaarde. Wat ook een enorme plus is aan deze koek is... Deze koeken vind je bijvoorbeeld niet... En kleine verpakkingen om aan de kinderen mee te geven om naar school te doen. Ja. Geven. Omdat je weet, zo hou je het ook wat exclusiever en je weet, het is voor speciale gelegenheden. Ja. Als je elke dag opnieuw dezelfde koek eet in dezelfde brooddoos, dan weet je dat je het beu bent na een lange tijd. Ja. Bij deze heb je dat niet. En bovendien is het ook een koek waarbij je weet, als je erin bijt, dan zou je kunnen zeggen, taaien onkel, harde onkel. Ja. Ja. Maar dan krijg je plots ook de smaak van de chocola. En die titst tegen jouw speeksel
Die wat? Die titst. Titst. Ja, tegen jouw speeksel producerende klieren of zo. Iemand. En dan krijg je plots een enorme boost in de speekselproductie, waardoor dit stuk, het hardere stuk, het droge stuk, wordt plots heel makkelijk verteerbaar. En dan kom je eigenlijk aan de beige crème. Ja. Misschien is dit een goede gelegenheid om even, te zeggen, want het is veel, hè? Het is een koek. Wat zijn de onderdelen van deze koek? De onderdelen, want één ding wil ik er nog bij vertellen. Dit is voor mij de enige echte bokkenpoot. Je hebt ook de bokkenpoten die je bij de bakker kan kopen. Ja. Dat zijn zo de ambachtelijke bokkenpoten. Maar dat hoeft het niet voor mij. Die zijn te zacht ook. Okay. Ik ben niet zo voor de zachte koek, omdat ik vind een zachte koek kan alleen maar hard worden. Dat is waar. En een harde koek? Die kan zacht worden, maar niet als je de juiste textuur van de koek hebt, zoals deze. Okay. Maar om op je vorige vraag te antwoorden, waar het bestaat, de koek, is, je hebt stukken chocola. Die is donkere chocolade? Nee, want donkere chocolade is nooit de echte chocolade. Melkchocolade is de enige chocolade. En of de witte chocolade. Ja, volledig. Ik ben niet zo'n zwart chocolade. Nee, chocolademan, dat is pretentieus ook altijd. Ja. Vanuit 87% dat ze uitpakken met de percentages, daar maak je niemand blij mee. En het is ook geen fair trade waar een beetje een bad boy maakt onder de koek. En dan heb je ook een hardere koek die eigenlijk op isolatiemateriaal lijkt. Een textuur als je eraan voelt, maar je moet er niet aan voelen, want je moet eraan dat proeven. Dat is waar, een voordeel. En dan heb je hier goed verstopt, heb je dan de bruine laag, de beige En wat is dat? Wat is dat? Wel, dat is eigenlijk een moeilijke, maar ik heb gelezen, en ik weet niet of het waar is, dat bokkenpoten zou niets te maken hebben met de poten van een bok. Nee, het is ook veggie, staat erbij. Veggie. Veggie, ja. En ook E, dus dat eigenlijk niet echt aanraden om superveel van te eten. De Nutri-score, E. Ja, ja. Maar wat bij het bad boy ding een beetje past. Ja. Maar dus bokkenpoot zou niet van de poten van een bok komen, maar van bochtjes, Latijn bochtjes, wat eigenlijk de verborgene betekent. En het verborgene, vroeger, ten tijde van de klassieke oudheid, zaten die koeken dicht aan beide kanten. Waardoor als je erin beet, dat je dan plots ook het verborgene, het beige... Een geheim, een mysterie. Ja, voilà, dat daarvan komt. Maar ze hebben dan later, omdat dat in productie, omdat er toch een soort van machinaal aspect aan is, hebben ze wel het zijkantje opengelaten. Dus wij zien eigenlijk ook wel... Ja. En waardoor je meer het what you see is what you get gevoel krijgt. Ja. En dat is dus de laatste laag, is die verborgen laag, het beige, dat eigenlijk moeilijk te identificeren is wat exact is. Ik kan dat moeilijk thuisbrengen, maar je weet dat de nootjes die hier ook in zitten, dat die er wel iets mee te maken hebben, want die touch van amandel zit er natuurlijk bijna de hele tijd in. Kan ik zeggen, Stijn, ik denk dat ik kan mezelf niet meer echt levendig herinneren dat ik deze ooit geproefd heb. Dat moet bijna, want het is aanwezig in de samenleving. Mag ik? Zeker, doe open. Ik ga het bijna maagdelijk proeven hier. Ja. Ik ben heel benieuwd, Mike. Want het kan misschien... zijn, hè? Ja, absoluut. Misschien deze, want deze is eigenlijk aan beide kanten mooi afgewerkt en zit zoals het beige stuk komt er. Inderdaad. Komt er een beetje. Je mag zelf kiezen. Vroeger dan beet ik hier een stuk af en dan kon ik zo met mijn tanden zo het beige stuk eruit trekken. Ja. Maar tegenwoordig plak je die zo hard op elkaar dat dat niet meer gaat. Ja. Dus ze wisten misschien dat sommige mensen het deden en dan smakelijk is, Stijn. Oh. Wacht nog even, want de chocola is aan het werken nu. Marsepein-vibe ook een beetje? En dat zal die amandel zijn misschien? Dan? Ja, maar het lijkt op marsepein, maar het is geen marsepein. Nee. Dan komt de chocolade binnen. Inderdaad. Het wordt isomo, snap ik. Ja, maar op een goede manier. Hè? Op een manier? Op een manier zoals bij isomo, je weet van het is goed verpakt nu en kan niet kapot gaan. Isomo. Het is lekker. Het is vooral lekker in de tweede fase van de proeving, als het wat homogeen wordt, als het samenkomt, vind ik. Maar is dat niet bij alle dingen? Waarbij je weet van, aanvankelijk was ik zo wat, maar dan plots komt het naar boven en dan... Nou, je hebt koeken waarbij je kunt heel segmenteel eten. Ja. Dit is het totaalpakket. Allee, ik spreek mij tegen, hè. Ja. En als je dan zo een punt... Want de Nutri-score die kennen we, die is E, maar wat een puntscore. Ja. Dan gaan we toch voor een ik ga persoonlijk voor een C+. Dat is goed, hè? Beter, hè? C. Dat is eigenlijk net geslaagd. C plus, hè? Dus tussen C en B. Maar wat zeg jij? Ja, dat is A bij mij. Jij hebt een A natuurlijk. Dus als fun en als smaak. Ik mag ook een klein beetje kritiseren. Ik vind de chocolade is wel... Het is donkerder dan... Ik vind het geen donkere chocolade, maar... Het is eerder naar de donkere kant of zo. Daar ben ik het niet... Daar ben ik het respectvol niet mee eens, omdat...
als je het zou smelten, bijvoorbeeld, wat eigenlijk op je tong ook gebeurt, dan vind ik dat je niet zo bij zwarte chocola komt er dan zo het heel scherpe naar boven. Ja, en bitter. Ik vind niet dat hier sowieso, bitter smaakt. Het is geen zwarte chocolade, maar... Ik denk dat ze een percentage misschien aan 23 zit. 23. Zo, maximum. Ja. Maar kijk, het is ook aan de kijkers om een eigen keuze te maken. Hè. Ja. Zeker in deze polariserende tijden wil ik iedereen vrij blijheid. Ja, absoluut. Ja, maar ik vind dat ook. En ik vind ook, ik had gewoon gedacht dat je iets verder ging gaan dan een C. Maar dat, ik vind iedereen moet zijn eigen... Ja, tuurlijk. Hè. Dat is mooi aan deze rayon. Misschien moet je nog eens eentje gewoon voor... Oké, ja. Moet ik die blijven proeven tot ik je een B geef? Stijn, ik vind het lekker en ik ga het meer een kans geven. Ja. Het is een klassieker die eigenlijk te weinig in mijn leven aanwezig was. Dus dank je wel daarvoor. Dat is heel graag gedaan. En enorm dank om aanwezig te zijn. Heel graag gedaan. Deze mag je mee naar huis nemen. Dank u. Ondanks dat ze Nutri-score E zijn. Ja. Misschien af en toe iets van A ook nemen. Hè. Een beetje afwisselen. Dank je wel om hier te komen, Stijn. Graag gedaan. Ik ben blij dat ik het eens kon vertellen. Ah, fantastisch. Kijk, dank je wel, Stijn. En tot de volgende Standaard Koekhandel. Ziezo, dit was Standaard Koekhandel seizoen 5. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik zou graag iedereen willen bedanken die hier te gast is geweest. Ik zou ook de winkel willen bedanken dat we hier mochten filmen. En vooral jullie om te kijken. En onthouden, dames en heren, koeken zijn lekker om op te eten. Dag.